Goedemorgen, het is vandaag woensdag en vandaag ga ik oppassen op mijn neefje. De zus van mijn vriend die heeft een babytje, of een baby, die is al bijna twee, een kindje. En vandaag door de vakantieperiode op het werk kon ze geen vrij krijgen, dus of weet ik het, misschien de crash vol zat of zo. Nou, ik weet het niet. In ieder geval, ik mag oppassen. Ik ga allemaal leuke dingen doen. En ik hoop dat ik het een beetje kan vloggen. Maar misschien heb ik mijn handen vol. Maar we gaan kijken wat we ervan kunnen maken. Yay, een nieuwe video. Hij heeft bij de ouders van Nicky geslapen. Dus ik wacht nu hier tot hij wakker wordt. Want de ouders van Nicky moeten gewoon werken. Dus ik zit hier. Oh, en hij is er ook weer. Oh, Hugo, gezellig. Oh, een blije hond is het toch altijd. Oh, de liefie ben jij, hè? Ja. Nou, Christian gaat lekker boterhammetje eten, heb ik voor hem gesmeerd. Alleen hij likt de Philadelphia eraf in plaats van de boterham op te eten. Oepsie. Oh, ik ben inmiddels eventjes bij mijn ouders. Want wij wilden naar Wameland. Maar Wameland is pas om 10 uur open en het was 9 uur. Dus nu zijn we hier aan het spelen, Christian. We hebben heel veel Duplo. Oh, en een Barbie, maar daar geeft hij niet zoveel om. En een paard. En een paard heeft mijn vader. Het sprekende paard Ed. Hallo, ik ben het sprekende paard Ed. En ik kwam er ook achter dat ik geen... mijn portemonnee had ik niet in mijn tas gegooid. Dus ik heb even 30 euro geleend van mijn vader. Dit zijn wel oude memories hoor. Hier ging ik vroeger dus altijd spelen. En nu ga ik met Christian hier spelen, hè. Ik heb een beetje niet zijn hoofd erop, maar wel scooter. Hij is niet wel erg naar zijn zin hier in Wameland. Een snackie. Bestel ik een fristie voor mezelf. En wie drinkt hem op? Christian, hè? We hebben even een lekker pannenkoekje besteld. En dan gaan we lekker pannenkoekje eten, hè? En ik heb frietjes besteld voor mezelf. Mijn rijskills zijn zo slaapverwekkend dat ik een hele schattige, lieve kleine man naast me had zitten slapen in de auto. Dat gaf mij wel mooi mogelijkheid om eventjes... Hallo! Hey wakker! Mag ik je eruit halen? Kom maar. We hebben speelgoed gekocht, want dat had ik niet. Ik heb geen speelgoed, dus we zijn hem even aan het openmaken. Maar het is wel voor 3 jaar en ouder en jij bent eigenlijk nog niet eens 2. Maar ja, hij wou zo graag de tractor. Okay. Waarom kan hij er nou niet mee spelen? Dat snap ik niet. Er gaat toch niks fout? De kleine onderdelen zullen wel gevaarlijk zijn. Oh, gaan we de korstjes niet opeten, jongeman? Nee, vind je niet lekker, zeker? Maar, het is wel grappig. Een pannenkoek hoeft hij niet. Maar een bruine boterham met Philadelphia, daar kun je wel voor opbellen. Pizza. Nagini vindt hem ook een beetje interessant, hè? Disney aan. Disney aan, hè? Dan ga ik proberen. Een beetje werk te doen hier op, ja, sorry voor de rommel, maar ik ga proberen een beetje te kunnen mailen. Maar waarschijnlijk wil meneertje te veel aandacht, maar we gaan het zien. Nagini houdt hem wel bezig. En nu zijn we hierop aangewezen. Dat schijnt hij super leuk te vinden. Dus, Boema, hè? Wie is dat? Ik weet niet waarom dit zo leuk is. Dat ik aan foamrollen was, toch? Ja. Vertel eens wat je aan het doen bent. Puzzle daar! Ik heb nieuwe puzzels gekocht. Deze heeft Nicky uitgekozen dat ik deze nu ga doen. Ja. Wat was je hiervoor aan het doen? Streamen. Oké. Okay. En foamrollen, bedoelde je dat? Nicky wilde dat ik een filmpje insert, dus hier is het filmpje. Wat ben je nog meer aan het doen? Ik ben heel moe. Ik ga het oppassen. We zijn boot aan het kijken en dan ben ik even slaat aan. Dus wil je alsjeblieft even je mond houden, Nicky? Probeer dit te volgen. Ja. Oké, okay, doei. Goedemorgen, ik heb mijn haar in de krul gegooid.
deze vrijdag. Want ik had blijkbaar een fotoshoot wat ik helemaal vergeten was. Gelukkig was ik echt ruim op tijd uit bed. Het enige is dat ik met mijn vader naar het ziekenhuis zou moeten. En dat kan dus niet. Omdat ik een fotoshoot heb. Maar ik heb echt zo geluk. Nicky die hoeft vandaag maar tot 10 uur te werken. Dus die kan met papa naar het ziekenhuis. Daar ben ik zo blij om. Ik voelde me zo rot. Ik wilde die fotoshoot afzeggen. Maar Nicky zei, nee joh, ik kan wel met je vader gaan. Dus vet lief. Echt, waar heb ik hem aan verdiend? Echt niet normaal. Ik vind het echt zo lief. Imagine jouw vriend of vriendin dat hij dat met zijn schoonvader doet. Ja, sorry. Vind ik heel lief. Ik ga me even aankleden. Ik heb alleen een hemdje aan. Dat is niet de bedoeling. En dan gaan we richting Eindhoven naar MSI. Dit trekken we aan vandaag. Ja, wat moet ik erover zeggen? Ik doe een keer niet mijn Björn Borg aan, maar mijn Puma's. Mijn roze Puma's. Vind je ze mooi, Nikini? Ja, hè? Oh, je bent zo schattig. I can't handle it. Ik vind die staart ook zo leuk. Ze lijken wel een panda, weet je wel. Die hebben ook zo'n gestreepte staart. Maar als ik de ei vind, is het niet leuk, denk ik. Hé, hey, mag ik jou aaien? Nee. Oké, ik ben heel blij, want ik zie vandaag Puk weer. Ik vind Puk zo leuk, dus laten we gauw naar Eindhoven gaan. Kijk eens wie daar zijn. Batmobile met Ricardo Choco en uiteraard Pukske. Oké, we zijn hier dus voor de fotoshoot. Maar kijk eens wat we te zien krijgen. Is die al helemaal uit en zo? Ja, hij is nog niet in de winkel, maar hij is wel al gepresenteerd. Dus oh, wow. Hij komt wel binnenkort aan. Mag ik hem aanraken? Ja, ik heb hem al aangeraakt. Mag ik hem optellen? Maar er zitten, ja, tel hem eens op, precies waar. Hij is echt super laag. Nou, hij is wel serieus. Ja, maar een 2080 zei je? 2080 aan een i9 desktop processor. Jeetje. Shit, ja, dat mag ook wel. En wel volgens mij zit deze er een 143 Hz. Maar dan krijg je hem ook met 4K scherm. Die moet ik hebben. Ja, hebben. En nou zijn al onze kijkers natuurlijk heel erg benieuwd. Wat die kost? Veel. Al onze kijkers zijn natuurlijk heel erg benieuwd. Hoe duur die? Ja, ik ben ook... Wil je dat weten? Ja, ik wil het weten. Ik weet nu al dat de kijkers... Hoe duur is die dan? Hij begint op 3600 euro. Met een 2070 en een i7. Ja, dan ben je wel compleet. Ben je wel klaar. Deze kost... 44. Ja, die heb ik ook, maar... Ben je er klaar voor, Mattia? Ja, weet ik, maar... Ik kan dit niet. Ik wou de Vlos, toch heet die? De Vlos? Ja, de Vlos. Ja, de Vlos. Ja. Doe ik het goed? Moet je het liedje ook aan? Ja, heel goed. Oké, richting het lamp kijken. Ja, is heel goed. En de kamer in. Heel goed. En aan de andere kant op. Juist. En dan de camera in. Juist, dat zijn de serieuze foto's. Dat is ook echt als Ricardo, zodra die ook al een beweging maakt van ik ga je kriebelen of zo, dan is dat meteen. Ja. Ben ik klaar. Ik denk dat er hier wel 10.000 euro op tafel ligt aan spul. Vooral dit. Ja. Gebruik kortingscode met die 10? Ja, ja. Nee. Weet je wat een beetje jammer is? Huh? Ik ben inmiddels weer thuis. Het is niet helemaal fit girl wat ik nu ga doen. Maar ik ga deze taart maken. Een monchou taart voor Nicky. Omdat hij met mijn vader meegaat naar het ziekenhuis. Vond ik zo lief dat hij dat doet voor mij. Zodat ik gewoon naar die fotoshoot kon. Dus hij verdient een monchou taart. Zo, ik heb even geknald. Hier zit de monchou taart. Alleen de kerstjes moeten er straks nog op. Ik heb een lunchje gemaakt voor mezelf. We hebben wat door elkaar gegooid met tonijn. En het avondeten, zalmpie gemaakt met bloemkool, een sausje en volkoren pasta. Dus alles is klaar.